Welkom bij het bouwdorpjournaal van dag 3. We staan hier in een supermooie hut. We zijn vandaag begonnen met het timmeren en later in de middag mochten we gaan verven. Ja, in de middag hebben de kinderen ook nog gekickboxd met Volkers Gym. En als snack hadden we vandaag een appeltje van groentespecialist Jan Volkers en een heerlijke kaasstengel van Bakkerij Beers. Bedankt daarvoor. Dan gaan we nu door naar de razende reporter. Welkom bij hier de nieuwe razende reporter. Ik ben Erwin, ik ben de invaller voor Nick Ryan. En we gaan even kijken hoe het op het veld gaat. Kom maar mee. Hallo dames. Hallo. Zie je dat jullie druk bezig zijn? Ja. Wat zijn jullie aan het maken? Een huis voor een cowboy. Een huis voor een cowboy? Ja. En welke cowboy slaapt hier dan? We gaan zo nog een stickman-poppetje in maken. Van dan net alsof je slaapt en die daar staat al een stickman-poppetje voor in de gevangenis. Wat heb je een mooie kussens liggen, joh. Ja. Ja. Mag ik even liggen? Ja. Oh god. Oh jeez. Heel zacht. Zo, dat is wel een comfortabelste bed dat ik ooit heb gelegen. Ja. Zo hé. Hey. Klinkt helemaal niet hard. Nee, dit is een pellet. Wil je nou eens stik met poppetje kijken? Nou jullie wat? Stik met poppetje. In de gevangenis. Ze hebben zelfs een gevangenis, joh. Hier komt een stokpaard in. Een stokpaard? Ja, van dit is het paardenhok. Oh, ja. Hier is een stickman. En Jenta. Kijk, hier staat een stickman. Hij lijkt maar een kerst op dit plekje. Oké. Wauw, Jenta. Maar jullie hebben dus een cowboyhuis met een gevangenis en een paardenstal. Ja, ja. En we gaan ook nog een toilet maken. Nog nee, een nee, dat gingen we niet doen. Jawel. Jawel. Nee. Maar misschien. Ja, misschien als we er tijd voor hebben. Ja. Jullie weten dat jullie zo mogen schilderen, hè? Ja. We gaan het heel mooi maken. Ja. Welke kleuren gaan jullie het meest gebruiken? Voor de gevangenis zwart en wit. En voor het huis een beetje bruin. Ja. Bruin, oké. Okay. Ik hoor dat jullie heel veel plannen hebben. Ja. Succes nog even. Ja. Hallo. En, Hallo. En dan misschien komen we later nog terug, oké? 1, 2, 3. Dat is een goed plan. Doei. Hallo dames. Hallo. Hoe gaat het hier? Ik heb dit zo. Ja, gaat het goed? Ja. Ja. Wat hebben jullie voor moois gemaakt? Nou, van gevluchte indianen. Gevluchte indianen? Ja. En waar zijn de gevluchte indianen? Die zijn weg. Oh, ze zijn gevlucht? Ja. Ah, oké. Okay. En welke kleuren gaan jullie het meest gebruiken straks? Rood. Rood en wit, een beetje wit en een beetje ook bruin voor indianen dingen te schilderen. En, oranje. Oranje ook nog? Ja, denk als dit er is. Ja. Wat ben jij aan het doen nu? Timmeren. Zij is aan het bouwen. En iedereen is aan het eten. Ja, ik ben even aan het lunchen. Nou, dan ga ik jullie succes wensen en dan ga ik weer verder. Oh, lekker! Het smakelijk. Hallo. Hallo, hi. Hoe gaat het hier? Goed. Ja? Ja. Beetje naar je zin? Ja. Ja. Wat hebben jullie gemaakt? Saloon. Een saloon? Ja. Staat hier ook op het bord. Staat op het bord? Oh joh. Welke kleuren gaat de saloon worden? Bruin, bruin, wit, roze. Ja, bruin, wit en roze. Ja. En een piepklein beetje.
piep klein beetje geel. Piep, piep klein beetje. Eén stipje. Ja, nee. Ja, over gewoon een klont. Of voor een, voor de bloemen, voor de bloemen. Een bakje. Een bakje. Ja. Een bakje geel. Ja, is het zo? Nee, zijn jullie al tevreden met de hut? Of, ja, ja. We zijn al bijna klaar. Ja? Alleen nog verven. Alleen en een stukje afzagen. Is dit de winnende hut? Ja, ja. 100%. 100%? Ja, 100%. En anders tweede of derde? Ja, dat maakt mij eigenlijk uit. Ja, we gaan wel voor de eerste plek, hè? Ja. Ik denk derde, maar ik denk eerste. Nou, als ik het zo bekijk, denk ik ook wel eerste. Ja. Menukaart, wacht, moet ik even kijken, hoor. Oh, de deur is dicht. Melk, koffie, cola, bier, wijn, tosti, broodje, rund. Broodje, frikandel, broodje, kroket, patat, patatje, oorlog, friet. En de saus, frietsaus, curry, ketchup en mayo. Veel, hè? Maar dat gaan we niet echt kopen. Oh, dat is jammer. Ik heb wel een lege frietsaus. Een lege frietsaus? Ja, een lege frietsaus. Ik had wel zin in een broodje frikandel, wil ik gezegd. Oh ja, hier. Kom maar. Spijker. Ik heb belletje. Nou, ik ga jullie nog succes wensen vandaag. Ja. En niet elkaar onderkladderen, hè, met verder. Nee, ik rust okay. Wel. En ik sta erop. Nou, doei. Dankjewel Erwin voor het invallen van de razende reporter. Supergoed gedaan. Morgen gaan we beginnen met het afmaken van de hutten. En dan om 1 uur zijn alle ouders welkom voor de grootopening. Dan mogen jullie allemaal op het dorp kijken naar alle hutten. Dan om 6 uur gaan we pannenkoeken eten met aansluitend het bouwvakkersbal. En dan om 9 uur is de prijsuitreiking. Vanmorgen blijft het waarschijnlijk wel droog, maar we nemen voor de zekerheid wel regenkleding mee. Dus tot morgen allemaal. Doeg!